Door naar deze video te kijken, kan jij Pikmin 4 voor de Nintendo Switch winnen. Wil jij weten hoe? Bekijk de hele video en like en abonneer. Zo, dat is een mooi tuintje. Wat loopt daar in de verte? Yo, dit is wel een raar insect. Welkom bij de allereerste video van Pikmin 4. Waar kapitein Olimar weer spreekt. De kapitein van het ruimteschip. De dolfin! Hij is weer terug hoor. Wat een baas. Dit is het verhaal van hoe ik ben neergestort op een onbekende planeet en hoe ik uiteindelijk ben gered. Ja hoor. Oh, oké. Nu wordt het even uitgelegd. Hij was allerlei onderdelen van zijn ruimteschipje kwijtgeraakt nadat hij gecrashed was. Potverdorie. Ja, toen kon hij niet meer terug naar zijn gezin. Hij dacht dat hij doodging. Maar toen, kijk. Wat is dat voor een rare ui die uit de grond komt spruiten? Hoppakee, en wat zijn dat voor rare dingetjes? Laten we die eens even plukken. Hoppakee. Dit was zijn allereerste kennismaking met een Pikmin. Niet te verwarren met Pokémon. Het lijkt erop, maar het is niet hetzelfde. Pikmin hebben een aangeboren drang om voorwerpen te vervoeren. Dus je kan ze ergens naartoe gooien. En dan nemen ze dat voor je mee. En zo heeft hij zijn ruimteschipje weer gefixt, denk ik. Maar hij ontmoette nog een mysterieus wezen. Wat is dat? Hij dacht dat hij honger had. Op, en hij gooit. Ja, een bot. Ja, ja, hondje. Lekker, man. Eet smakelijk, hè? Vanaf dat moment waren we onafscheidelijk. Het is mijn trouwe partner in mijn zoektocht naar de onderdelen van mijn ruimteschip. En ze zijn echt dikke matties geworden. Een zoektocht die bijna ten einde is. En ik denk dat dat is waar wij mogen beginnen. Ze kwamen aan in het laatste gebied dat ze nog moesten verkennen. Hoppa, zo, oké. Je ging even naar huis binnen. Oké, dat is nieuw. Niet meer in de buitenlucht, niet meer in de tuinen. Ze gaan gewoon in een huis. Pas nou op met je ruimteschimpie. Ja, daar is die ui weer. Oh, wat grappig dit. Dat is een blauw hondje. Kijk ze staan. In zo'n soort gebied zijn we nog niet geweest. Ja hoor, daar komen ze met z'n allen. Ze gaan wel gelijk in één keer helemaal los. Hoppakee, de blauwe, de gele en de rode Pikmin. Hallo. Ja, die hebben het wel naar hun zin hier in dit knusse huisie. Ja, dat poortje moeten jullie even open doen, denk ik. Oh, is dat nou een lichtblauwe Pikmin? Of is dat nou ook gewoon normaal blauwe? Dat kan geen goed teken zijn. De Pikmin gaan er normaal gesproken niet zomaar vandoor. Ik ga alvast op zoek naar de ontbrekende raketonderdelen en roep de Pikmin wel weer bij me als ik ze tegenkom. Ja hoor, en dit zijn de eerste stappen. De eerste stappen in Pikmin 4. Oh kijk, ja, ze zitten daarin. Ik zag een aantal Pikmin deze kant op gaan. Misschien verschuilen ze zich achter die obstakels. Eens kijken wat we vinden als ze die breken. Door te springen kan Mos haar sprintkracht opladen. Gewoon niks ingedrukt houden. En dan heb je de hondensprint. Oké, let's go. 1, 2, 3. Bam! Hallo, Pikmin. Daar zijn ze, de rode Pikmini. Ik wist dat jullie hier waren. Nu had ik B ingedrukt om ze met mijn fluitje op te roepen. Ja, dan gaan ze gewoon lekker. Dan komen ze gewoon lekker mee. Hoppakee. Oh, ze zijn ook fan van die hond. Ik vraag me nog steeds af waarom de Pikmin zomaar wegrenden. Laat ik het even in mijn logboek noteren. Nou, doe je ding. Oké, we moeten de resterende Pikmin even gaan zoeken. Ja, dit is best een leuke game, hè? En oh ja, jij kon hem winnen. Maar ik vertel je later hoe. Ik ga deze breken. Er zitten er vast en zeker ook een paar hierin. Hondensprint! Kijk, gele Pikmin. Kom maar hoor, kom maar. Zo, hoppakee. Ja, kom maar mee. Gaan we even hier naartoe? Je komt bij de sprong beter niet omlaag kijken. Nou, dat is nou precies wat ik wel doe. Maar ik moet hier denk ik wel naar beneden, toch? Ja, kijk, dan kan ik via die waaier eventueel weer naar boven. Waar zit de rest dan, joh? Hallo? Oh, kijk hier, blauwe. Hallo? Kom maar. Jij ook, hier, daarboven. Oh, en daarachter. Ik ben druk aan het fluiten. Hoppakee. Allemaal meekomen. Jullie ook. Allemaal meekomen met mij. Zit hier nog wat verstopt in het gras? Ja, hè? Er beweegt iets in het gras. Zie je, ik wist het. Waarom zijn ze allemaal weggelopen? Ik wil hierop springen. Kan ik bijvoorbeeld, als ik nou ren, rennen en dan hoger springen of zo? Nee, oké. Zo, hierop. 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 Maar, ja, en dan? Oh, daarboven, ja. Zie je, daarboven op die tas zitten er nog drie verscholen. Dit is echt zo leuk, weer zo'n miniatuurwereldje. Oh ja, ik zie jullie wel daarboven op die kussen. Kom hier. Kom hier. Oké, we hebben nu 14 gele, 18 rode, nu 21 rode en nog 11 blauwe.
Hier kan iets achter zitten. Oh, oké. Oké, kunnen we dit... Ja. Oh, dit kunnen we omgooien. Ja, top. Hallo. Ik vermoed dat een van de raketonderdelen hier in de buurt is. Dit is een ideaal klusje voor de neus van mijn harige partner. Kom op, brave meid. Zoek die raketonderdelen. Ja. Ruiken maar. Die kant? Oh, kijk, ja. We hebben een spoor gevonden. Oké, eerst deze blauwe nog even meenemen. Zo, ja, cool. Met R kan ik de geur makkelijker volgen. Cool. Hier zijn ook nog allemaal pikminnetjes, jongen. Kom eens even snel allemaal terug, man. Waarom zijn jullie allemaal weg? Ik wil er gewoon geen één achterlaten. Dat wil ik niet. Hier, luisteren nou. Kom eens even hier. Jullie zitten hier allemaal te spelen. En daarboven zit er nog één te chillen. Oh, maar misschien kan ik zelf ook naar boven. Hoppakee. Ja, super lachen. Oké, laten we snel dat raketonderdeel gaan zoeken. Oh, oké. Hier naartoe. Hier, let's go. Bam. Cool. Hier naar boven. Oké. Wat is dit voor gek vijandje? Een beest. Maar ik zie hier geen raketonderdeel. Zou dat wezen dat we in zijn geheel hebben ingeslicht? Ja, ik denk het wel. Die stekels zitten in de weg. We moeten een opening vinden. Ja, die stekels die zien er inderdaad wel gevaarlijk uit, ja. Dus ik ga eens even kijken wat dit allemaal... Oké, hij schiet ze af. Hij schiet er nog meer af. Oké, kijk, nu kan ik mijn sprint opladen. En dan kan ik nu... Bam! Pak hem! Lekker! Lekker pikminnetjes! Hoppakee, zo doen we dit. Oh, maar dit ziet er altijd wel sad uit. Als dan de ziel uit het beest gaat. Maar we hebben de Interstellar radio gevonden. Nu kan ik eindelijk een noodsignaal versturen. Oh, wow, oké. De radio is terug. En hij dacht dat de redding nabij was. Hij verstuurde meteen een noodsignaaltje. En voegde er een kopie van mijn logboekje bij. Maar... Wat is de maar? Er komt een maar. Er gingen dagen en weken voorbij. Totdat mijn noodsignaal een maand later het reddingsteam bereikte. Dat team vertrok naar deze planeet. Met het plan om mij veilig thuis te brengen. Met z'n allen, hoppakee. In een veel groter ruimteschip. Naar een andere planeet. Daar komen ze. Maar het lot had andere plannen. Ook dat schip. Oh nee, het ging ook fout. Met dat ruimteschip en de reddingswerkers die waren gestuurd, die stortten zelf op deze planeet neer. Twee schipbreuken op dezelfde planeet. Wat een pech. En alle hoop leek verloren. Behalve dat er op het hoofdkwartier van het reddingsteam nog een nieuwe recruit was. Oh, dat ben ik. Oké. En jij bent nu mijn laatste hoop. Hoppakee, noodmissie. Oh nee, het gaat fout. Wat gebeurt er? Red het reddingsteam. Vanwege een noodsituatie hebben alle leden van het reddingsteam het ruimteschip voor de landing verlaten. Het is nu jouw prioriteit om de verspreide leden van het reddingsteam terug te vinden. Creëer je ID-kaart en begin aan de missie. Nou, zeker. Dat gaan we doen in de volgende Pikmin-video. Dus als je deze hele serie wil zien, moet je even abonneren en doe de duimpje omhoog voor deze nieuwe serie. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel. Oh ja, over die giveaway. Om kans te maken op de prijs moet je het volgende doen. 1. Like deze video. 2. Abonneer op dit kanaal. 3. Maak een tekening. Een tekening waarin je zelf een Pikmin bedenkt en laat zien wat zijn superkracht is. En 4. Stuur deze naar rikachu@outlook.com. De winnaar maak ik bekend in aflevering 5. Succes!